Gisteren zijn jullie met de hele klas naar Kootwijk geweest. Hoe was dat? Ja, ik vond het wel leuk. We waren naar de koningin geweest. En hoe bijzonder is dat? Ja, ik vond het heel bijzonder. Ik kon het bijna niet geloven toen ik daar stond. En we zaten heel lang te wachten. Toen kwam ze. En toen hadden we ons dansje gedaan. En toen gingen we, de helft van de kinderen ging zingen. Ging ik boven staan. En ik zat zo naar de koningin te kijken en ik kon het bijna niet geloven. Ja, ik vond het wel leuk. Ja, zoiets maak je niet elke dag mee. Nee, als je het elke dag mee zou maken, zou wat zijn. Ja, dan zou het eigenlijk ook helemaal niet meer bijzonder zijn. Nee, want je vond het echt heel bijzonder? Het is gewoon, bijna heel weinig mensen maken het mee. Alleen met Koningsdag of zo. En wat blijf je nou onthouden van deze dag? Nou, gewoon dat je haar hebt gezien. Dat is eigenlijk het enige. Een drukke dag, heeft u er wel van genoten? Ja, zeker. Het was best wel spannend, omdat je niet precies weet hoe alles gaat verlopen. En op dat moment daar pas weet hoe en wat en waar. Maar uiteindelijk zeker een goede dag en precies zoals we het graag zouden willen. Waarom zijn jullie als klas en als school uitgekozen? Ik denk dat de korte lijntjes zitten bij Wibrand van Norrel. Hij is dirigent van het slagwerkensemble en werkt ook bij Cultuurkust. En omdat wij op school ook meedoen aan het leerorkest, wat vanuit het Cultuurkust is. En ik zelf ook 20 jaar bij het slagwerkensemble zit, was denk ik daardoor het lijntje snel gelegd.